Hallo allemaal, leuk dat jullie weer naar mijn YouTube kanaal komen kijken. Mijn naam is Henk en ja hoor, daar is die eindelijk, de Slijg. Nou, ze vragen wel eens om de Pipo-wagen, maar het is de Caravan zoals die op de factuur staat. Ja, hoe moeten we het noemen? Ik vind Pipo-wagen een heel erg leuke benaming. Als jullie een andere naam voor deze doos weten, dan hoor ik dat graag natuurlijk. Maar ik vind hem echt schitterend. Bloemetjes eraan, wieltjes eronder. Amazone erbij, paard erbij, eten erbij, kampvuurtje. Het is toch geweldig. Jongens, wat zit allemaal in de doos? Nou, eens even kijken. Een eekhoorn zit er prijzen in. Een losse shelter voor het paard om buiten te kunnen staan, denk ik. Ja, wat kussentjes. Nou, laten we hem denk ik gewoon maar eens even gauw openmaken. En dan kijken wat er allemaal in zit. Want er zijn ook nog meer nieuwe dozen gekomen. Oh, kijk eens, er zit een... Zien jullie dat? Een geheime opbergplek in om je sleutel. Je kan erin slapen. Hij past achter de auto. Die hebben we ook nog staan in de winkel. Ik vind hem echt leuk. Er zit een tuigje bij. Het is helemaal klaar. Laten we hem gauw openmaken. Ik heb er al een schaartje bij gepakt. Eens even kijken wat er allemaal in de doos zit. Dat willen we natuurlijk allemaal graag weten. Laten we beginnen met een heel boekwerk. Oh, dat is de handleiding. Kijk, tekening 1, 2, 3, 4... Nou, als ik het zo zie, is die al redelijk goed klaar. We gaan het er eerst maar eens helemaal uithalen. Even kijken, wat zit er allemaal in? Een hele hoop losse onderdelen. Nou, die even aan de kant. Doos aan de kant. Zakjes even allemaal daarheen. Die open. Die eruit, zo. Die weg. Dat is een hoop rommel bij elkaar. Die even op de achtergrond. Even kijken, klepje open. Zou die zo open kunnen? Ja. Kijk eens hoe mooi. Nou, dan moeten er wel wat onderdelen in elkaar gezet worden, maar dat gaat absoluut lukken. Laten we gewoon zakje voor zakje even openknippen en kijken wat erin zit. Nou, dit is gewoon heel erg duidelijk. Dat kan niet missen. Dat is een paard. En wat voor paard, kijk nou toch eens. Het is echt een mooi paard. Die moet er eigenlijk voor staan. Oh, het paard moet even mooi blijven staan. Zakje aan de kant. We pakken het willekeurig volgend zakje. Ja, allemaal losse onderdeeltjes. Ik knip het gewoon los. Ik leg het allemaal even hier langs heen, zodat het makkelijk terugvindbaar is als we ze straks allemaal in elkaar gaan hebben. Hier zie ik wat losse wielen en deurtjes. Die er ook maar uithalen. Eigenlijk kan ik beter eerst even nu in het boekje kijken. Want wat is eigenlijk, kijk, stickertjes. Wat is eigenlijk tekening nummer 1 om mee te beginnen? Ik denk ook wel dat, kijk, dat is ook gelijk zo de wielen. Dus we leggen het zakje met wielen en spulletjes gewoon vooraan hier. Wie aan de kant? Hier hebben we het heel duidelijk. Een zadeltje en een tuigje. Ja, dat moet allemaal aan het paard zometeen. Prachtig. Gaan we zometeen doen. Een eekhoorn speciaal in een zakje. Zo. Nou, die zit misschien wel straks op het dak. Dat is een mooi plekje voor hem. Dit zijn ook wat losse onderdelen. Die denk ik, als ik zo kijk, het slaapbankje is. Die houden we ook een beetje vooraan. Want die hebben we ook waarschijnlijk zometeen gelijk nodig. Dit ziet er echt uit als een lampje en glazen en natuurlijk de verborgen sleutel die we net zagen die je kan verstoppen. Nou, die hoeft niet helemaal gelijk in de buurt te liggen, die leggen we er iets naast. Hier een heel klein zakje, ook. Kijk, dat is het eten voor het paard, een borstel. En een touwtje erbij, ook aan de kant. Het dekje, niet voor het paard, maar... Voor het poppetje, mannetje, vrouwtje. De Amazone die gaat slapen zometeen op het bankje met het kussentje. En dit is het bankje, dus ik zie het al helemaal voor me. Zometeen in elkaar zetten. Ook aan het paard is natuurlijk gedacht. Een beetje een grote hooibaal of stro, wat zal het zijn. Een emmertje om uit te drinken. Hartstikke leuk. Wat hebben we nog meer? Je ziet bloemen. Nou, het ziet er echt super gezellig uit. Een beetje gras.
komen we allemaal op de tekening tegen. En echt zo, ja, het is een zwaar blok. Wat hebben we hier? Hebben we de Amazon? Ja. Deze is ook echt gemaakt om paard te rijden. Want zo zit ze eigenlijk al. Dus ze kan hier wel een beetje zo blijven staan. En hier hebben we, ja, voor de gezelligheid, een parasol met stoelen. Zullen we een beetje aan het eind tegenkomen. Nou, weet je wat we gaan doen? We gaan de tekening er eens even bij pakken. En gewoon beginnen van, kijk, zo moet die worden. En we beginnen met tekening 1. Nou, we moeten de vier wielen aan elkaar zetten. Die moeten we eronder klikken. Dus dat zal niet zo heel moeilijk zijn. Het is net een beetje, ja, mag ik natuurlijk niet zeggen, want het is net een beetje Playmobil. Een beetje hetzelfde. Twee, drie, vier wielen zijn klaar. Nou, dan kunnen we deze even aan de kant leggen. Nou, deze gaat, oh, die er even af voordat er ongelukken gebeuren. Die ondersteboven, paardje aan de kant, wieltjes erop. Nou, er zit geen voor, ja, er zit duidelijk wel een voor- en achterkant, zie je. Dan heb je de wieldop aan de, en die komen aan de buitenkant. En aan de binnenkant zit duidelijk geen wieldop. Die erop, bandje nog even recht. Die en deze. Zo. Ja, dat gaat redelijk snel. Volgende tekening. Dan moeten we hem weer. Oh, zag je dat? Even gauw omdraaien. Kijken we even naar de luikjes. We hebben hier 1, 2, 3, 4 luikjes. Ik zie ook 4 luikjes en die komen gewoon in de raampjes. Nou, dat kan niet heel moeilijk zijn. Luikje nummer 1. Klik. Hartje aan de bovenkant. Moet er natuurlijk goed uitzien. Als we hem maar open laten staan, dan waait het gelijk een beetje lekker door. Die en deze. Zo. En natuurlijk komt de deur hierin. Even kijken, zo of zo. Ik denk zo. Zie, deur open en dicht. Zo. Nou, laat hem even zo staan. Dat is die tekening. Volgende bladzijde. Nou, moeten we hem openklappen? Kunnen er nog gordijnen erin? Oh, we gaan deze helemaal omhoog. Kijk, die gaat er even helemaal vanaf. Dan draaien we hem om. Dan klappen we hem open. Kijk, omdat de wielen er nu onder staat. Oh. Even kijken, staat die ook gewoon helemaal vlak? Zie? Nou, deze is niet moeilijk. Die komt hier. Dat is het luik. Die kan je dan zo stiekem openmaken. Om de sleutel in te verstoppen, denk ik. En de gordijntjes komen erin. Dat zijn deze. Oh, ik laat iets vallen. Maar dan gaan we zo meteen even naar kijken. Zo. Dan komen er vervolgens een paar prijzen te hangen. Dat is deze, is echt een mooie prijs. Die komen dan hier te hangen. Hier één. En daar een prijs. Kijk aan de muur. Hier zie ik een hele mooie foto. Van een hele groep meiden op paarden. Dat is een sticker. Moet je wel even een beetje voorzichtig doen met plakken. Dat die wel mooi komt. Zo. Had iets mooier gekund, maar vooruit. Aan de zijkant komt ook nog een sticker. Nou, laat ik dat nog even zien. Nou, gezellig vier meiden die aan het rijden zijn. Even iets dichterbij. Zo. Dat is lastig kijken zo. 1, 2. Zo, die komt daar. Dan hebben we nog twee hoefijzers. En aan de buitenkant komt dan deze sticker nog. Dus, wat zeiden we? Een hoefijzer en een bloemetje. Mag je zelf de kleur kiezen? Ja, nou, ik doe deze, want die staat ook op de foto. Die. En die kwam bovenaan. In de kamer, op het schilderijtje. En een groen bloemetje. Ziet er toch prachtig uit zo. Oh, niet aan de buitenkant, van deze kant. Nee, van deze kant. Daar kwam HC. Ik weet niet wat het betekent, dus als iemand het weet, hoor ik het graag. Zie.
volgende bladzij. Ja, een echte pipowagen had natuurlijk ook gewoon zo'n oude potkachel. Dus ja, die komt er ook aan deze kant op. Ja, echt superleuk. En een kraan. De kraan komt onderop. Ook aan deze kant? Nee, die kwam aan de achterkant van de kraan. Zie. Het water loopt wel zo naar beneden. Zo. Hup, twee. Echte kampeerwagen lijkt het wel. Nou, dan bladzij nummer 8. Daar zien we dus het bankstel. Nou, er zit niet veel verschil in. Die. Toch wel zo. Dan gaan we naar bladzij nummer 9. Dan moeten we de stoelen en de tafels in elkaar klikken. De tafel moet zo in elkaar. Zo. Ja, zie. En die komt hierin. Ja. En die daarin. Zo. Dan gaan ze toch. Prachtig. Volgende. Nou, we hebben natuurlijk een prachtige plantenbak. Waar zouden we zijn zonder plantenbak? Dit is dé plantenbak. Daar komt eerst het groene bodembedekker op. Dit voelt ook een beetje rubber. Kijk, het is een beetje zacht ook. Dus dat maakt het ook een beetje dat het er leuk uitziet. Zie, het valt ook leuk in elkaar. Dan hebben we nog een bloempot, zag ik net. Oh, dat is een andere bloempot. Het is ook een andere bloempot. We hebben een vaas. En in de vaas komt een boeketje. Met een bloemetje. Zo. Het valt ook gewoon leuk in elkaar. Ja. Oh, die kan erop. De volgende bladzij. De parasol. Want ja, we staan buiten. Het is zomer. Nou, vandaag even niet. Maar de zon kan schijnen. Die zegt klik. En een driepoot. En dan hebben we ook bescherming tegen de zon nodig. Nou, kijk. En het leuke is, hij zit een bolle kant aan. Dus je kan hem ook zo schuin zetten. Zie? Schuin of recht of die kant. Mag je helemaal zelf eten. Dan hebben we een kandelaar. Niet een kandelaar, maar een hele mooie lamp. Zie? Oma's lamp. Nou, die past toch geweldig bij huisje, woonwagentje, pipowagen, zeg het maar hoe het heet. We hebben een soort touwladder zie ik nu komen. Nee, deze, zou ik die vergeten zijn. We hebben hier nog een raampje, we gaan hem er hier even in hangen. Zo. En die kan daarin, zo. We hebben een touwladder, nog een touwladder. In de touwladder komen allemaal plankjes. Hier hebben we de plankjes. Zo, lekker mijn arm ervoor. Dat was niet handig. Plankjes en het touwladder. Laat ik eerst maar eens één kant doen. Dus die. En die komt er tussenin. Nou, die is een beetje... Kijk, zo is de hele touwladder weer klaar. En die komt dan... Nou, even... Oh ja. Die komt hier aan. Deze die is zo. Dat is het dakje. De touwladder komt hier aan te hangen. Want je moet natuurlijk wel naar boven kunnen klimmen om hier boven te komen. Want je kunt er niet meer zo op springen. Dat is een beetje hoog. Dus je hebt de touwladder nodig om naar boven te komen. Kijk, nu gaan we het echt een beetje aankleden. Deze kan je gebruiken hier. Gewoon zo neerzetten nadat je zelf wil, links of rechts, dat mag je zelf bepalen. Stoeltje even aan de kant. Wat hebben we nog meer? Ik zie twee emmertjes en die komen hier te hangen. Eentje daar en daar. Kijk, gaan we straks even naar kijken naar de emmertjes. Touwladder erop. De stoeltjes. Stoeltjes, stoel bedoel ik, en tafel komen aan de bovenkant. Zo. Superleuk.
volgende bladzijde. Dan gaan we het bankstel naar binnen brengen. Dat komt keurig in de hoek. Ik doe toch even dit allemaal naar één kant schuiven, dan kunnen we dat beter zien. Dan hebben we een tafel. Een prachtige tafel. Zo, die komt aan. Je zou zeggen dat er nog een kleedje onder en over het geheime luik moet, maar nee, dat toch net niet. En wat gaan we dan nog meer missen? Nou, deze die kan er dan ook gewoon van af om bij het paard neer te zetten, maar dat doen we straks even. Kijk, hier kan het luikje open. De tafel kan ook naar buiten. Hij begint al een beetje aan zijn eind te komen. De bloemen, kijk, de bloemen die we net gemaakt hebben, die komen hier te hangen. Het wordt steeds gezelliger. Maar ik zie, kijk op de tekening, je kan het hier hangen of daar hangen. Ja, natuurlijk, hij is van jou. Je mag zelf bepalen waar je het wil hebben hangen. Maar ik vind hem hier wel heel leuk hangen. Maar dan het raam is ook leuk, maar dan komt hij aan de andere kant. Even nog het gordijntje goed doen. Zo. Nou, het hele boekje is nu klaar. We zijn er helemaal geweest. We kunnen hem nu gewoon gaan inrichten zoals we zelf willen met alle dingetjes die we erbij gekregen hebben. We hebben natuurlijk een paard, die moet natuurlijk even helemaal opgetuigd worden. Dus daar hebben we een zadeltje voor. Laat ik het goed doen. Zadeltje om het paard heen, dat we het hele setje even helemaal compleet maken. Zo, die erdoor even aantrekken. Jullie zien dat, dat doe ik heel vaak. Dat gaat hartstikke goed bij mij. Oh, moet wel goed zitten. Die, nou dan kan de Amazone kan erop. Die laarsjes erdoor. Zo, oh, nou dan heeft ze gewoon even geen teugels vast. Nou, daar gaan we even voor zorgen. Deze moet er nog even overheen. Dan moet ik altijd even kijken hoe dat moet. Drukken. Zo, kijk eens. Zo is het helemaal voor elkaar. Oh, paard niet laten vallen. Nou, zie, dat is hem gewoon. Oh, zadeltje goed. Die erop weer. Zo. Nou, kijk toch. Gewoon helemaal goed. Niet in één keer. Het heeft even geduurd. Maar oké. Okay. Ik ben niet zo heel handig met paarden. Laten we het daar maar op houden. Zij mag even hier gaan staan. We hebben natuurlijk een schattig eekhoorntje. Gewoon een emmertje om ergens neer te zetten. We hebben de borsteltjes. Deze en deze. Daar kunnen we het paard mee borstelen. Die leggen we maar even. Laat ik het zo maar zeggen. Hier neer. We hebben een kampvuurtje erbij. Zie. Kampvuurtje. Ook hier. Hoi. Trappetje komt daar. Een paar emmertjes nog erbij. De camera maar een klein beetje draaien. Zo. Nog een emmer. Dit is het tuigje. Ook voor het paard. Dat doen we gewoon in een bakje. In een emmertje. Nou, als het paard honger heeft, hebben we natuurlijk. Oh, komt die? 1, 2. Ja. Een hele tros met wortels. Die kunnen we ook hierbij inzetten. Natuurlijk krijgt iedereen zometeen een klein beetje dorst. Dus de flesjes worden erbij gezet. Dit is de sleutel. De sleutel. Even kijken. Een mooie gouden sleutel. Die gaan we natuurlijk verstoppen. Zo, die kan daarin. Tafel erop. Ik weet niemand meer dat hij daar staat. We kunnen het dekje neerleggen voor als we willen slapen. Kussentje erop. Nog een kussentje op de bank. Zo. Kijk eens wat we hebben. We hebben gewoon die en die. Een barbecue setje, zie je dat? Nou, dat is toch grappig. Een barbecue setje erbij. Die erbij. Kunnen we lekker worstjes gaan eten. Die nou, tafels en stoeltje kunnen er ook af. Die kunnen we op de, dat noemen we maar, de veranda zetten. Dan kan deze er helemaal van af. En die past helemaal in één keer. Inclusief Amazone. Over het paard heen. Nou, we zijn eigenlijk nu helemaal klaar met bouwen. Alle onderdelen staan erbij. We zijn blij dat hij toch uiteindelijk gekomen is, want we waren een beetje bang dat hij niet meer zou komen, want hij zou in eerste instantie in maart uitkomen. Dat is, uiteindelijk is dat vandaag geworden, 12 september. Ik ga nu nog een paar videobeeldjes aan jullie laten zien en dan wil ik jullie wederom bedanken voor het kijken.
Vond je het leuk? Klik op vind ik leuk. Vergeet niet te abonneren en tot de volgende video. Dag hè. Dag. Thank you.